Dit belooft het beste publiek te worden dat ik ooit gehad heb. Zelden zo gefocust en zo geconcentreerd. Ik wil beginnen met het woord. Het woord. Want het woord, dat is waar ons vak, ik hoop dat zoveel mogelijk te vermijden, dat woord over gaat. Het woord is ons enige, nou ja, niet helemaal ons enige hulpmiddel om ons uit te drukken, maar wel ons belangrijkste middel om ons uit te drukken. En doordat we er allerlei dingen bij laten zien of bij denken, werkt het woord vaak eerder verwarrend dan verhelderend. Ik ben niet zozeer opgevoed met het vrije woord, als wel met de gedachte dat je het woord vrij mag interpreteren. Dat is eigenlijk de kern. De kern van. Godverdomme! Wordt zij nu doodgeslagen in de gang? Of? Want daar wil ik graag bij zijn. Jeetje. Nee. Dus ik ben niet zozeer opgevoed met het vrije woord. Mijn vader was dominee. Er was een, laten we zeggen, de Bijbel was toch tamelijk het woord waar het om ging. Maar wel met de gedachte dat je het woord vrij mocht interpreteren. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste gebeurtenissen geweest. De hervorming op het moment waarop Luther gezegd heeft in onze cultuur. Dan waarop Luther gezegd heeft de Bijbel, het woord is niet het alleenrecht van de kerk, van de pastoor, de priester, de paus, de relatie die de mens heeft tot God is een persoonlijke relatie. Daar kan niemand tussenkomen. Dat is een ongelooflijke bevrijdende gedachte geweest die uiteindelijk dan geleid heeft tot de verlichting en nu in onze tijd weer tot de verduistering. Leerling is een, het zijn van leerling is een realisatie achteraf. Pas later realiseer je, toen was ik leerling, toen heb ik iets geleerd. Dat is jammer, omdat op het moment dat je leerling bent, er een enorm verzet is, zo heb ik het althans ervaren, tegen het zijn van leerling. Je vindt eigenlijk dat je dat leerling zijn zou moeten kunnen overslaan. Want je vindt al dat je zelf heel ver bent. Het grappige is dus dat je pas later denkt, oh, had ik toen maar geleerd. Oh, toen had ik de kans, had ik toen maar beter opgelet. En het grappige is dat dus de realisatie leraar is vooraf. Ik ben op een zeker moment ook tot de conclusie gekomen dat het tijd werd dat ik iets ging vertellen aan mensen die geïnteresseerd waren in hoe ik dat nou deed. Dus we zitten hier, ik hoop dat jullie dus kunnen overslaan dat moment. Er zit ook altijd een autoriteitskwestie aan. Ik zou, als ik daartoe in staat was, dat in dit hele land
zou ik dat in één klap weg willen nemen. Dat merkwaardige verzet dat ik zelf ook gehad heb van ja, het niet leerling willen zijn. Er is een mooi verhaal van Gurdjieff, dat is een Armeense goeroe. Die schrijft een boek dat heet Meeting Remarkable Men. En dat gaat over iemand die de bewuste keuze heeft genomen om leerling te worden van een zeer beroemde leraar. En hij trekt naar het klooster waar die leraar zijn dagelijkse lessen geeft. En hij komt in dat klooster aan en de eerste dag staat hij te popelen om het leslokaal, of misschien is het wel een kapelletje, binnen te mogen. En er staat iemand bij de deur en die zegt, de meester heeft gezegd dat jij vandaag de gang schoon moet maken. En hij onderwerpt zich aan die opdracht. En de volgende dag staat hij weer popelend vooraan. En de meester heeft gezegd dat je vandaag de toiletten moet schoonmaken. En dag op dag is er voor hem een andere taak. En terwijl hij die taak uitvoert, denkt hij na. Aanvankelijk boos over de afwijzing. Hij denkt na over, in een zeker stadium, wat de bedoeling van het feit is dat hij daar niet binnen mag. En uiteindelijk komt hij tot de realisatie dat hij weer vraagt van wat zal ik vandaag schoonmaken, in plaats van die dynamiek om die lessen te volgen. Waarop de meester zegt, nu heb je voldoende geleerd en nu kun je naar het volgende klooster, want ik heb je niks meer te vertellen. Dus je moet ook niet denken dat het leren nu per se zit in dat kleine lesje. Dat is eigenlijk iets wat ik in mijn leven vooral heb mogen leren. Dat eigenlijk mijn hele leven, mijn hele jeugd, door een toevallige samenloop van omstandigheden een leerschool is geworden. En dat ik op school eigenlijk heel erg weinig heb geleerd. Ik zou willen beginnen met te zeggen, het geheimzinnige van alles is dat mijn werklust en bezetenheid om dingen te maken en mijzelf te laten zien aan een publiek niet zozeer voortkomt uit een pijnlijke jeugd, traumata. Ik heb het erg prettig en plezierig gevonden. Als ik een verklaring zou moeten zoeken voor de drift, een verklaring die voor mij eigenlijk niet hoeft, is die veel meer te zoeken in wat ik zojuist zei, de ideale combinatie van toevalligheden. Allereerst dat mijn vader dominee was, dat ik vanaf mijn vierde jaar in de kerk zat, in de kerkbanken, en op de een of andere manier gefascineerd was door die man op die preekstoel en de aandacht die de mensen in de kerk voor zijn woorden hadden. Dat was natuurlijk voor een kind. Je was natuurlijk ontzettend trots. En die woorden die drongen natuurlijk, dat was vanzelfsprekend, de eerste jaren niet tot je door, maar er sijpelde wel iets binnen. En dat kwam kennelijk met de juiste hoeveelheid, op de juiste manier, kwam dat binnen. De lessen die ik dus nu zal proberen te geven aan jullie zijn niet in de eerste plaats pogingen om jullie bij te brengen hoe je moet spelen, hoe je moet acteren. Al hoop ik wel dat jullie er iets van opsteken. Het gaat mij in de eerste plaats erom om jullie te inspireren. Je te inspireren om alles op alles te zetten om je doel te bereiken. En dat doel, dat zou ik willen omschrijven als een leven leiden waarin het repetitieproces even waardevol is als het uiteindelijke spelen voor het publiek.
En waarbij de 200ste voorstelling je evenveel voldoening moet schenken als de eerste. In de eerste les vertel ik iets over mijn jeugd. Voor de lunch voornamelijk in spel. Na het eten gaan we via vraag en antwoord dan iets dieper op de dingen in die vertoond zijn, die besproken zijn. En ik vraag je dus ook al om daar over na te denken, de vragen die je te binnen schiet, ergens op te slaan, misschien op te schrijven. En dan daar na het middageten mee aan te komen. Niet lang geleden, ik geloof vorige week, was de dag van respect. En ik was op de lagere school in Muidenberg om daar iets aan te doen. Kinderen waren 11, 12 jaar. En ik vroeg aan ze, wie is de belangrijkste persoon in je leven? Het werd een ontroerend gehakkel. Mijn ouders, mijn vader, nee, mijn oma. En na een paar minuutjes zei ik, maar denk eens goed na en wees eens eerlijk. En uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie, dat ben ik zelf. Ja, zei ik, want als jij er niet was, wat zou je dan gedacht hebben? Alleen de allergrootste geesten slagen erin buiten zichzelf te stappen en hun ego te overwinnen. Dus alles wat je doet, doe je in de allereerste plaats voor jezelf. Acteren doe je, op het toneel staan doe je in de eerste plaats voor jezelf. Door de herhaling van een tekst of een beweging kom je achter de betekenis van wat je doet. Achter de betekenis van het woord. De eerste keer heb je wel een illusie dat je weet wat je aan het doen bent. Maar bij de tweede keer begint de twijfel al te komen. En bij de derde keer is de twijfel zo groot dat je het nog een vierde keer wil doen. En een vijfde keer en een zesde keer. En bij de tiende of twintigste keer dan begint er langzaam iets te komen van er is meer. Dat is het wonderlijke van een goede tekst, een sterke tekst. En nou ja goed, als je kijkt naar de klassieke stukken, dan blijven er dus een paar blijven terugkomen. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat komt omdat je maar kunt doordringen in een deel ervan. De tekst is dus in wezen een mysterie. En je kunt iedere keer maar een klein facet van dat mysterie openbaren. En het grappige is, daarna sluit het mysterie zich weer. Mijn ervaring is altijd na de beste Shakespeare-voorstellingen dat je eigenlijk een uur later alles weer vergeten bent. Terwijl je er heel opgewonden uitkwam. Als je mij zou vragen, vertel Hamlet, vertel Macbeth. Ik zou het niet weten. Ik heb het misschien wel 10 keer allebei gezien en gelezen. Maar je kunt je op de een of andere manier het niet meer, kunt het niet meer terughalen. En dat, in die zin is theater dus een metafoor voor het grote, ook het grote mysterie. Het leven is een mysterie. We zitten in een tijdperk waarin we van dat mysterie een probleem hebben gemaakt. We denken dat we de problemen kunnen oplossen. Terwijl we juist zouden moeten proberen om facetten van dat mysterie te openbaren. Dat is wat onze taak is, wat ook zo mooi aan onze taak is. Acteren doe je de eerste plaats voor jezelf om door de herhaling van de tekst achter de betekenis van de woorden te komen. Woorden zijn niet meer dan een vrijblijvende aanduiding en vergroten door hun vele betekenissen vaak het misverstand. Als ik zeg stoel, dan weten jullie allemaal wat ik bedoel. Maar er zullen ook mensen zijn die denken dat rijmt. Als ik zeg tafel, zien jullie allemaal voor je een tafel. Allemaal een verschillende tafel. Vele tafels die je in je leven hebt gezien,
komen voor je geest is ook. De tafel van je oma, de tafel in het café, de tafel voor twee. Als ik zeg tafel tegen een publiek van 100 mensen, zien zij 100 verschillende tafels. De kunst van acteren is tafel zeggen en de toeschouwer dwingen de tafel te zien die jij voor ogen hebt. Eén voorwaarde tot ontwikkeling is, en naar mijn idee de eerste voorwaarde, en met ontwikkeling bedoel ik leren, is vertrouwen. Vertrouwen dat je krijgt en waaruit je zelfvertrouwen opbouwt. Vertrouwen maakt zelfstandig en vertrouwen maakt het opbouwen van een identiteit mogelijk. Ik ben met heel veel vertrouwen opgevoed. In de vijfde klas van de lagere school was er een onderwijzer die het nodig vond op een zeker moment een tekening die ik gemaakt had zo voor de klas op te houden. En daar een paar grappen over te maken. Ik had een molen getekend waarvan de wieken aan de kap vast zaten, zodat ze niet konden draaien. En de klas moest erg lachen, zoals jullie. En dat heeft mij er voortaan van belet om te gaan tekenen. Gelukkig heb ik voldoende zelfvertrouwen opgebouwd om dat op een zeker moment weer op te nemen. Maar het geeft aan dat de leraar ook iemand kan zijn die iets kapot maakt. Iets wat zich moet ontwikkelen bij een leerling in de kiem kan smoren. Door daar iets negatiefs over te zeggen. Tweede voorwaarde, dus we hebben vertrouwen. Tweede voorwaarde tot ontwikkeling en leren is discipline. En discipline zou ik willen definiëren als de kunst van de herhaling. Het woord herhaling is al vaker gevallen. Ik verval in herhaling. Toen ik Bram leerde kennen in 1967, in 65 kwamen we elkaar voor het eerst tegen. Toen leerde ik iemand kennen die topsporter was, die volleyballer was. Die al iets van meer dan 100 keer voor het Nederlands team had gespeeld. En een buitengewoon zelfbewuste persoonlijkheid. En hij vertelde mij dat hij, tegenwoordig zouden ze dat ADHD noemen, een ADHD-achtige drift aan de dag legde op een Montessori-school, waar ze toch pretenderen daarmee om te kunnen gaan. Maar hij was kennelijk zo onhoudbaar. Maar de gymnastiekleraar die zag het in hem. En die zei, je moet met een bal tegen de muur tikken. En hij was iemand die dat dus deed. Dat is natuurlijk ook, een stap. Want dat moet je bij jezelf ook maar eens nagaan, hoe vaak er verzet is tegen een simpele opdracht, omdat je daar het belang niet van ziet of het nut niet van inziet. Hij deed dat en hij heeft uren met dat balletje tegen die muur getikt met zijn handen. Zijn gymnastiekleraar was dus een volleybalman. Als zijn gymnastiekleraar een voetbalman was, dan had hij met zijn voet een bal tegen de muur getrapt. Maar hij deed het met zijn handen en door dat eindeloze, hij vertelde mij dat hij dat meerdere uren per dag deed. Door dat eindeloos herhalen van die beweging kwam er een verfijning van techniek in zijn handen, die uiteindelijk tot resultaat hadden dat hij topvolleyballer werd. Die discipline ontbrak mij ten eenenmale. Dus ik had wel het vertrouwen, maar ik had niet de discipline. Bram heeft die discipline erin gebracht. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat wij elkaar ontmoetten, waren we, behalve in bed,
waren we bij elkaar. En repeteerden zonder eigenlijk de dynamiek van dat we dan en dan moesten optreden. Nee, we repeteerden. En repeteren is herhalen. Ten slotte staat of valt alles bij concentratie. Als mijn concentratie niet volledig is, zal ik mijn publiek nooit overtuigend kunnen bereiken. En concentratie is naar mijn idee de combinatie van vertrouwen en discipline. Weten dat een simpele herhaling van dingen tot concentratie kan leiden. Mijn definitie van talent is dan ook, talent is het vermogen om je te kunnen concentreren. Ik denk dat ieder mens alles kan. Ik denk dat door omstandigheden, ontmoediging, mensen zichzelf enorm beperken. Mensen zich dingen op laten leggen. Jullie hebben gekozen om het toneel op te willen. Je hebt dat vertrouwen. Je legt hier door naar school te gaan discipline aan de dag. Nu komt het erop aan om je te concentreren op wat je wil. Ik heb een keer een televisieuitzending gezien van een Nederlandse schilder. Die was op het slimme idee gekomen om ergens in Frankrijk een tekencursus te doen. En daar ging dan een bus naartoe met Nederlandse huisvrouwen. En die kregen daar dan een nacht logies en een copieuze maaltijd. En dan gingen ze één keer 's middags en één keer 's morgens tekenen. Onder leiding van die man. Hans Marcus doet ook zoiets in, maar dan met schilderen. En er waren twee dames uit de Jordaan, die kregen een wit vel voor hun neus en die kregen een potlood. En de opdracht was, teken dat raam. Er was een raam in de boerderij en dat was een rechthoek. Daar liep een streep zo doorheen en twee strepen zo. En de dames, op het moment dat dat gezegd werd en ze keken naar een vel, barsten ze allebei in een soort hysterisch gelach uit. Van hoe kon die man nou denken dat zij dat konden? En je zag daar die enorme afweer, die doodsangst om zich te concentreren. Simpelweg te gaan zitten en dat te doen. Er was in hun bewustzijn was er zoveel tegengas gegeven aan het feit dat ze dat zouden kunnen. Dat eenvoudig om je eraan te zetten, dat kon niet bereikt worden. Nou, dat is iets wat we in deze maatschappij zo ongelooflijk terugvinden en zo duidelijk zien. De roes, het tegenovergestelde is van concentratie. In de concentratie ben je, ik zal straks daar nog iets verder op door, ben je de baas over jezelf en in de roes word je geleefd door de omgeving. Dus het tijdelijke wegzinken bij een televisie of op een dansfestijn, dat geeft een zekere voldoening tot het moment dat je uit je roes ontwaakt en dan heb je weer de nieuwe roes nodig. Talent is het vermogen om je te kunnen concentreren, om te kunnen herhalen, om te kunnen repeteren, om te kunnen trainen. Concentreren betekent je aandacht richten op een detail of een facet van wat je gaat doen. Er werd een klassieke compositie van Paul McCartney uitgevoerd in een kerk in Liverpool. En een verslaggever vroeg de dirigent, wat doe je om je te concentreren? Hij zegt, vanaf een 48 uur voor het concert begin ik de eerste 4 maten in mijn hoofd te herhalen. En als die eerste 4 maten probleemloos verlopen, dan zal de rest ook goed gaan. Dat is echt, ik denk niet dat ik je een betere les kan geven
als je een stuk of een tekst moet doen. Je moet natuurlijk wel het geheel ook kennen, maar op het moment dat je je voor de uitvoering gaat concentreren, richt je op die eerste vier dingen. En het grappige is, dat is mijn ervaring, dat terwijl je dat doet, schieten er allerlei momenten van de rest van de voorstelling, bruggen, allemaal de moeilijke momenten, die komen als vanzelf boven en die werk je af. En iedere keer als je dan daar weer in verstrikt raakt, terug naar dat begin. En elke keer zul je dan weer die ervaring hebben. Het verschil tussen, het verschil tussen een professional en een amateur is dat een amateur kijkt naar de dingen die hij goed heeft gedaan. En een professional kijkt naar de dingen die hij niet goed heeft gedaan. Dus als je naar amateurtoneel gaat, dan komen de mensen enthousiast af en deed ik dat niet geweldig. En bij het professioneel toneel zul je altijd van een acteur horen: dat kan beter, dat kan beter, dat kan beter, dat kan beter. En dat is ook de juiste instelling. Dus hoe beter, hoe intensiever je je focust op steeds minder, hoe meer je geconcentreerd raakt. Dus je gaat steeds gedetailleerder, sterker nadenken over iets. En uiteindelijk is dan ook het toppunt van concentratie dat je absoluut denkt aan totaal niets. Dan ontstaat de flow, zoals die beschreven is door een Poolse. Zoek de naam maar op internet. Ik kan hem niet uitspreken. Misschien lukt het jullie. Waarin we ons, dan ontstaat de flow waarin je bewust bent van dat al eerder genoemde mysterie. Zondagmiddag 1950 met mijn vader naar de kerk. Voor mij is het een wekelijks uitje. Voor hem is het zijn dagelijks werk. Het kerkje staat in Brandeburen. Heidenskip noemen de Vriezen het. De garagehouder komt ons halen met zijn zwarte Chevrolet. De kosteres zet mij op mijn plaatsje in de ouderlingenbank. Ze geeft mij 2 pepermuntjes. Wat zeg je dan? Ik mompel dank. Als alle mensen zijn gezeten, verschijnt de ouderlingenrij. Vader loopt daarin als tweede, klimt op de kansel, knikt naar mij. Jongetje, op zondagmiddag, dat niets begrijpt, maar alles hoort, verliefd is op de stem van vader die rustig voorleest uit Gods woord. In de verte loeien koeien, een eendenjager lost een schot, maar niets verstoort de stem van vader die voorleest uit het woord van God. Terug in de consistoriekamer staan de thee en koekjes klaar. Vader bevrijdt zich uit zijn toga en jaagt de brand in een sigaar. Maar ik heb eventjes geen aandacht voor de daden van mijn held. Ik mag collectezakken legen, helpen bij het tellen van het geld. We rijden door de Friese weide, benzine ruik ik, gier en hooi. De chauffeur vraagt hoe ik de preek vond. Vader glimlacht. Ik zeg mooi. Het is maar 10 minuten rijden. Thuis wacht moeder. Nog meer thee. Ik mag de toga-koffer dragen. En een volgende keer weer mee. Jongetje, op zondagmiddag in de ban van vaders stem. Dat niets begrijpt, maar heel goed luistert. Of hij zacht klinkt. Of met klem. Jongetje, op zondagmiddag dat niets begrijpt van de Heilige Geest, maar weet dat die stem op zijn mooist klinkt als vader uit de Bijbel leest. Ik ben van mijn geloof gevallen op eerste paasdag 1958, 6 april. Geloofsafval.
Het is een woord wat je tegenwoordig nogal veel hoort, geloofsafval. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, in welke bak moet ik het deponeren? We stonden met een lidmaatje of 200, stonden we op de stoep van de Westzijde Kerk in Zaandam. De Bullenkerk wel genoemd. Het was een ideetje van mijn vader om met Pasen vroeg te gaan zingen buiten. En voor ons kinderen was dat vervelend. Gênant. Kijk, mijn vader was dominee in de kerk, keken de mensen tegen hem op en wij vonden dat mooi en waren trots. Maar buiten de kerk, dan schaamde je je dood. Ik zal daar iets over voorlezen. Mijn vader was geen strenge dominee. Tenminste niet streng genoeg om van mij een geduchte romancier te maken. Maar ook weer niet zo vrijzinnig dat ik dichter werd in plaats van kleinkunstenaar. Een consequentie van zijn geloof was regelmatig bidden. Vooral voor en na het eten. Het standaardgebed luidde, Heer, zegen deze spijzen, amen. Waarmee alles gezegd was. Maar mijn vader schroomde niet het reeds beweerde, het cliché nog eens op te poetsen en in een barok jasje te hullen. In dat opzicht was hij een rederijker. En daarvoor had hij niet noodzakelijkerwijs het decorum van de preekstoel nodig. Iedere aanleiding was er één. Soms stonden we bij een snackbar een zak patat te nuttigen. Maar eerst werd er gebeden. Heer, wij staan hier in de Westzijde bij de brug over de Papenpadsloot voor de snackbar van ome Jo. Ik dacht dan altijd, God weet alles, dus die plaatsbepaling lijkt me volstrekt overbodig. En vader betrok ook altijd het weer in zijn gebed. Heer, ook zijn wij dankbaar voor het weer, de wolken en de wind, met hier en daar kans op neerslag. Liever daar dan hier. Als het te lang regende, bedacht vader in zijn gebed de vakantiegangers die aan Gods stranden lagen en hunkerden naar de genade van zijn zonnestralen. Bij te lange droogte waren de boeren aan de beurt, wier weiden en akkers smachten naar de tranen van uw goedheid. Intussen stond de patatboer met drie zakjes patat uitgestrekt in zijn handen te wachten tot vader uitgebeden was. Ook stonden er altijd van die gehelmde bruten tegen hun brommer aangeleund. Met van die loshangende leren helmriempjes. Ze stonden ongegeneerd patat naar binnen te schrokken. Met stijgende verbazing stonden ze naar dat biddende trio te kijken. Heer, zei mijn vader dan, door zijn oogleden kijkend. Wij voelen ons omringd door gehelmde goddelozen. Die maar patat met mayonaise staan te vreten. Zonder zich dankbaar bewust te zijn van uw genade. Als u straks de patat in hun ingewanden heeft doen aanlanden, Heer, dan is de beurt aan u om ze te laten voelen wie de baas over hun spijsvertering is. Met een buikloop die hun buikschuiver, zo werden die brommers genoemd, niet kan bijbenen. Ik was als de dood dat een van de heidenen even zijn brommer aan de kant zou zetten om ons een lesje te lezen. Want je bent erg weerloos met je handen gevouwen en je ogen dicht. Ook iets zonder waarde kan wel eens weerloos zijn. Heer, wij willen u vragen onze spijzen te zegenen. Al is het dan maar een eenvoudige aardappel. Een der nederigste creaties uw schepping. Toch is die dankzij de uitvinding van de frietsnijder. De kokende olie van Calvé. En de bakkunst van ome Jo als mededienst gulle hand van zout strooien en mayonaise kwakken. Uitgegroeid tot een delicatesse van formaat. Waar menig een moord voor zou doen. Wat wij indachtig het gebod, gij zult die doden, natuurlijk nooit zouden durven overwegen. Ik was dankbaar dat patat zo'n eenvoudig gerecht was. Want als we wel eens in een restaurant uitgebreid gingen eten, somde mijn vader voor onze lieve heer een heel menu op dat we tot ons namen, tot in detail. We zouden u willen vragen, heer, of de kok mijn biefstuk niet al te zeer door zal bakken. En tevens of u in uw goedheid zou willen waken over te zeer doorgekookte vermicelli in de soep. Heer, wij gaan weldra schrokken van onze hapklare brokken. En wij willen graag een ogenblik stilstaan bij al die mensen die honger hebben in deze wereld. De patatboer stond intussen nog altijd met drie zakken patat in zijn hand. Als vader hem door zijn oogharen ongeduldig zag worden, ging hij moeiteloos over in. Wij smeken u, heer, dat u onze snackbar houdende ome Jo
die ons zo even nog de indruk gaf de koning te rijk te zijn met onze bestelling, maar die nu geneigd lijkt de frietstaafjes ons in het gezicht te smijten, het inzicht wil schenken van het eeuwige leven, waardoor zijn ongeduld wordt als een traan die in de oceaan valt. En zo willen wij dankbaar uw zegen vragen, Heer, in deze wereld van ongeloof. Amen. Wij stonden er op dat kerkplein te zingen. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgestaan is weer een ander lied. Ik heb geen zin om op te staan. En het is maar goed dat de Heere Jezus dat op eerste paasdag niet gezongen heeft. Zulke grapjes kun je over de profeet niet maken. Wij stonden daar te zingen en om 6:15 kwam mijn vader zelf aangerend opstaan. Ging hem ook niet zo goed af die dag. En we stonden uit volle borst te zingen en in een belendend perceel aan het kerkplein wordt een raam omhoog geschoven. Er wordt een pick-up ingezet. De arm van de pick-up wordt uitgetrokken. De naald komt in de groef. Het zijn allemaal dingen die ik nog net tegen jullie kan vertellen. Omdat je waarschijnlijk nog weet waar ik het over heb. Maar de generatie na jullie zal niet meer weten wat het allemaal te betekenen heeft. De arm wordt uitgetrokken, de naald valt in de groef. En wij, christenen op het kerkplein, horen 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. En de ontreddering op de gezichten van die gelovigen. Die schok waarmee ze ontwaakten uit hun, ja, uit hun geloof, misschien wel uit hun overtuiging, die woede over hoe het mogelijk was dat de mensen zoiets onbeschofts konden doen. De vraag van is er dan niets meer heilig? En wij in onze tijd denken, nou ja, ja, die mensen die zijn zaterdagnacht om 4:55 in hun bed gevallen. En 2 uur later beginnen een stel maloot op dat kerkplein een gezang te zingen. Mogen wij niet even ludiek een pick-upje in het raam zetten en dan een hard liedje over het plein laten schallen? Ik spreek nu over 1956, dat is ruim 50 jaar geleden. Was nog die geschoktheid, nog die kwaadheid, nog die gekwetstheid. En nu, 50 jaar later, leven we in een tijd van, er is een proces gaande in Amsterdam, in een bunker. Moet kunnen. De verdachte die heeft af en toe last. Hij voelt allerlei pijntjes en zijn advocaat kan het niet nalaten om te benadrukken hoe ongelooflijk het zwaar is om, hoe zwaar het is om in de gevangenis te zitten. En dan moet je echt af en toe even aan je hart geopereerd worden. En we zien het allemaal aan en we zijn doodsbang om er iets van te zeggen. Want het recht moet vooral zijn loop hebben en we moeten heel erg coulant zijn. Er is een vredesmissie in Afghanistan. Eens in de maand gaat er iemand dood. En dan komt de hoofd van het leger komt uitleggen dat niet de bedoeling is van de vredesmissie. En dat hij erg veel medelijden heeft met de nabestaanden. En een maand later gaat er weer één dood. En langzamerhand rijst dan de vraag, hoeveel doden moeten er vallen voordat we zeggen, nu is het genoeg. Nou, laten we zeggen, dat is bij 50. En dan zijn er 50 mensen volstrekt voor niks dood gegaan. Ja. In de Verenigde Staten, een half jaar geleden, schiet een Koreaan of een ex-Koreaan. Die schiet 30, 40 studenten dood. 33 studenten dood. En in zijn brief verantwoordt hij zich daarvoor. En hij zegt, mijn bedoeling was dat ik met mijn portret op alle televisiestations in de hele wereld kwam. En wat doen alle televisiestations in de hele wereld? Die laten zijn portret zien. En de volgende keer is er iemand die denkt, ja, dat is een leuke manier om je portret op de televisie te krijgen. Maar ja, die moet dan meer dan 30, 40 studenten omleggen. Want anders zeggen ze, ja, dat is geen nieuws. Dus dan moet je met 70, 80 komen. We zijn in 50 jaar afgestompt. En het belang daarvan is, om dat te erkennen, is dat als je iets aan een mens wil laten zien, als je iets duidelijk wil maken, dan moet je dus door die
ongelooflijke muur die steeds dikker is geworden van weerstand heen, doodsangst dat er iets komt dat hun gevoelens zal raken, doodsangst dat ze moeten nadenken over dingen. Dus die afgestomdheid die is evident groter dan 50 jaar geleden, waardoor het doordringen tot de mens, wat in wezen de bedoeling van een theaterstuk is, ingewikkelder is geworden. En we kunnen ons dus voorstellen, als dit nu 50 jaar later is, hoe het over 50 jaar zal zijn. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die je dus, en ja, dat is aan de ene kant, dat is het leuke van ouder worden. Er zitten ook heel veel nadelen aan ouder worden. Maar het is wel aardig om te zien in welke richting bepaalde dingen gaan. Dus ook angstaanjagend. Wij hebben meegemaakt de eerste blote juffrouw op de televisie. Dat is iets van 40 jaar geleden. En als je ziet wat er aan bloot in die 40 jaar bijgekomen is, en je trekt dat weer 40 jaar verder, dan is dat ook een ontwikkeling. Mijn vader die stond die zondag vanaf het moment dat de dienst voorbij was in de erker van onze woning, die achter de kerk lag, uit te kijken over het plein. En na zo'n 3,5 uur turen draaide hij zich om naar mijn moeder, die in de achterkamer stond te strijken. We zijn vrij liberaal opgevoed. Daar zul je ze hebben. En mijn moeder, die wist onmiddellijk dat de twee mensen van de pick-up waren die hun excuses kwamen aanbieden. En zij zei streng, je laat ze er niet in. En dus werden de excuses op de stoep voor ons huis afgewikkeld. En mijn vader die komt de kamer binnen met een gezicht, niet triomfantelijk, want zo iemand was het niet, maar wel blij. Er was nog respect. En de zaterdag daarop stond mijn vader in de huiskamer met de deurkruk in zijn hand. We hadden net een pick-up. Ik had van mijn eigen geld mijn eerste grammofoonplaatje gekocht. Ik had een krantenwijk. Ik bezorgde in de Zaanstreek het dagblad Trouw. Dat zou jullie niet zoveel zeggen, maar dat betekende 8 kranten op 26 vierkante kilometer. Duurde 4 jaar voordat ik voldoende geld bij elkaar had om een grammofoonplaatje te kopen. De grammofoonplaat was nog niet eens uitgevonden toen ik al kranten bezorgde. En we hadden zo'n radio, dan moest je de klep omhoog doen. En ik zette de naald in de groef. En mijn vader hoorde 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. En toen dat gezicht van die man. Ik daar bij die pick-up, de roekeloze, balsturige puber, volledig zelfverzekerd van, laten we het eens een tijdje op mijn manier proberen. tegenover die vader met het gezicht, de hoeder van de traditie. Mijn vader was geen fundamentalist, maar was wel rechtzinnig, hè? Orthodox noem je dat. Hij was wel recht in de leer. Hij besefte, en dat kon je opmaken uit zijn gezicht. Hij besefte dat als er ook maar de geringste twijfel aan een dogma, een geloofsartikel bestaat, een geloofsovertuiging. Als er ook maar iets insluipt van, ja maar, dat dan,
dat bouwwerk van het geloof gedoemd is ineen te storten en te eindigen in het totale ongeloof. En in het totale ongeloof is niets meer heilig. En is ook niets meer een autoriteit zonder leger. Als we het hebben over het fundamentalisme wat dan in de islam is, dan zou je op zijn, als je het mooi wil interpreteren, zou je op zijn best kunnen zien dat men zich verzet tegen de verwording in het Westen. Tegen de decadentie van het Westen. Tegen de roekeloosheid waarmee we dingen laten zien. De vrijheid die wij ons hebben verworven, die houdt geen enkele tred met de verantwoordelijkheid daarvoor. Daar zullen we later op terugkomen. Dus mijn vader die staat daar en wat met dat gezicht van de hoede van de traditie. En wat zou ik, dat gesprek dat toen onmogelijk was, want er kwam een enorme gap, ruimte kwam er tussen ons. Wat zou ik dat gesprek dat toen onmogelijk was, wat zou ik dat nu graag voeren, nu het onmogelijk is. En dat is ook een les aan jullie. Je hebt voortdurend kansen om dit soort gesprekken te voeren. Grijp ze op het moment dat het kan. Stap over je hoogmoed heen. Of stap over je verlegenheid heen. Grijp je kans. Dit is het moment. En het wonderlijke was die kloof tussen ons, die zo immens werd. Die was eigenlijk kort daarvoor waren we nog als één gezin, stonden we nog pal voor die zaak van het geloof. Er was bij ons op de, iets meer dan een maand ervoor, op de deurmat in de gang een brief gevallen van de AVRO. AVRO, dat is de Algemene Vereniging Radio Omroep. Ik weet niet of jullie nog wel eens naar een andere radiozender luisteren dan, wat is het, 538? Of, maar in mijn jeugd had je twee radiozenders, Hilversum 1 en 2, ze hadden ze voor het gemak genummerd. Dan kon je ze beter uit elkaar houden, maar als bij de meeste luisteraars stond hij op Hilversum 1 en dan durfden ze echt niet aan hun toestel te gaan draaien om hem op Hilversum 2 te krijgen. Want waren ze doodsbang dat ze zouden verdwalen. En ergens bij Brussel 2 of Beromünster was ook zo'n bekend radiostation daar te blijven steken. De AVRO verzorgde, je had toen allemaal zuilen die allemaal hun eigen doelgroep behaagden. Maar de AVRO pretendeerde de Algemene Vereniging Radio Omroep te zijn. En die hadden op dinsdag en donderdag uitzending. En dat begon dan op dinsdag met het nieuws van het ANP. Het Algemeen Nederlands Persbureau. En dan om 7:15 begon er een programma non-stop rechtdoor naar school en kantoor. Dat rijmde. En dan werden vanaf dat moment plaatjes eruit tot 9:30. En dan kwam het meest raadselachtige programma van de Nederlandse radio. De waterstanden. Ik weet niet of jullie daar, maar er was een man met een donkere stem en die las dan voor. Waarschijnlijk was het een acteur die niet helemaal zijn idealen had kunnen volbrengen, maar hij was leuk terechtgekomen. Hij mocht dagelijks de waterstanden voorlezen. Het kan je allemaal gebeuren. Je hebt nu nog dromen van allerlei grote rollen natuurlijk. Maar uiteindelijk zit je in een studiootje en dan krijg je een tekst voor je snuffert. En dan moet je voorlezen Koblenz 450 plus 5. En dan zaten wij in de kamer allemaal, dat is 455. Zo hebben wij rekenen geleerd thuis. Maar tegelijkertijd ging ook je fantasie werken. Want je dacht aan de bewoners van Koblenz. Die de mededeling hadden gekregen plus 5. En hoe ze daarop reageerden. Want je wist niet of dat yes was. Of shit. Je had daar zo je fantasieën over. En aan het eind van die hele opsomming
kwam dan de mededeling graven beneden de sluis. En dan zei mijn vader altijd, ja, dat heb je ervan. En zo is mijn gevoel voor humor bijgeslepen. Elke keer weer. En dan om 21:30, het was de AVRO, Algemene Vereniging Radioomroep. Om 21:50 kwam de morgenwijding. Verzorgd door een dominee van gereformeerde of hervormde huizen. Of een pastoor of kapelaan. Of een heilsoldaat, dat zal nu, ik weet niet of het nu nog is. Maar er zal nu dan ongetwijfeld een imam zal daarbij betrokken zijn. En er was 20 minuten morgenwijding. Dat was een gezang, schriftlezing, een overweging. Een overweging, een preek duurt 30 minuten, een overweging 7 minuten. En dan had je weer een gezang en dan begon om 22:00 begonnen de arbeidsvitamine. En de arbeidsvitamine, dat is eigenlijk zeg maar de smeerolie voor de wederopbouw in Nederland geweest. Zonder arbeidsvitamine had ons land er zeker na de oorlog totaal anders uitgezien. Nu door die vrolijke klanken waren de metselaars bereid in snel tempo de ene steen op de andere te leggen. En die brief van de AVRO bevatte het verzoek of dominee A. de Jonge, Nederlandse vorm predikant in Zandam, bereid was voor de AVRO-microfoon de morgenwijding te verzorgen. Honorarium 50 gulden, exclusief reiskosten. Mijn vader verdiende op dat moment 7200 gulden per jaar. Dat was 20 gulden per dag. Dus opeens kwam daar 50 gulden bij. Mijn moeder stond juichend in de kamer. Maar tegelijkertijd was er ook een besef van verantwoordelijkheid. Kennelijk had het God in de hemel behaagd het gezin de jongen uit te kiezen om als speerpunt te functioneren in zijn plan met de wereld in het geheel en Nederland in het bijzonder. En wij waren ons ogenblikkelijk bewust van die enorme verantwoordelijkheid. Mijn vader trok zich terug in de studeerkamer. Dat was natuurlijk zijn goede recht. Mijn moeder die deed boodschappen en maakte de bedden op en stofzuigde en waste af als nooit tevoren. En wij kinderen, wij slopen door de gang. En zagen hoe de sigaretrook onder de deur doorkringelde de gang in. Er werd nagedacht. Het scheelt nogal wat of je iets moet zeggen in 30 minuten of in 7 minuten. Voor 7 minuten moet je veel meer denkwerk verrichten dan voor 30 minuten. Schrappen, daar gaat het om. Ook een goede les. Hecht aan niets in een tekst. En dan zagen we in gedachten, zagen we hem door die muur langs die imposante boekenkast lopen. En af en toe ging er een vinger naar een rug. Maar op het moment dat die vinger bij die rug was aangeland, wist hij alweer precies wat er in het boek stond. Maar het herinnerde hem aan een ander boek. En zo ging hij wijzend door zijn studeerkamer. Tot zijn vinger in de richting wees waar het eigenlijk allemaal om ging. 2 dagen voordat hij naar de studio zou gaan, ging er een telefoon. De telefoon hing in de gang. Daar liep je dan heen. En dat was de AVRO met het aanbod of de vraag of de heren, dat was dan zeg maar een ironische manier om pubers te benoemen, de heren, mijn broer en ik, of de heren zin hadden om mee te gaan naar de studio in Hilversum. Of de heren zin hadden. We stonden al juichend op het Kuipplein. Wij komen ook op de radio. En we zouden afgehaald worden met de limousine van de AVRO. Ik zal nooit vergeten hoe dat Volkswagentje voor kwam rijden. Chauffeur totaal over zijn toeren, want ik spreek over 56.
Er was tussen Noord-Holland-Noord en Noord-Holland-Zuid een scheiding door het Noordzeekanaal. En die verbinding werd verzorgd door een pont. Onbegrijpelijk. En die chauffeur die had daar niet bij nagedacht. Die had een half uur aan de Amsterdamkant op die pont staan wachten. En die was naar ons toe rijdend. Had hij al gezien dat er ook een hele rij stond die weer terug moest. Dus in plaats dat die sukkel ons met zijn mobiele telefoon even had gebeld. En zegt: kom op de fiets hier naartoe. Stonden we nu achter 100 auto's. En mijn vader zei: eruit jullie. En wij wisten onmiddellijk wat onze taak was. We tikten aan op die ruitjes. Mijn vader moet zo dadelijk de morgenwijding voor de AVRO-microfoon verzorgen. Zouden we even misschien voor mogen? Ja. En mijn vader moet zo dadelijk. En toen we zo'n 50 auto's hadden afgewerkt, toen zagen we dat raampjes opengingen en we zagen die automobilisten dit gebaar maken. En zo stonden we na een kwartier vooraan bij het Noordzeekanaal, maar de pont lag al halverwege. En wij, mijn vader moet zo dadelijk. En de pont kwam speciaal teruggevaren. Nee, sterker nog, de pont lag al aan de overkant en kwam speciaal teruggevaren. En wij erop en we rijden door Amsterdam en je zag al hier en daar, zag je Amsterdammers een beetje zo kijken naar dat Volkswagentje. Zit daar niet die dominee in die straks de morgenwijding gaat verzorgen? En wij achter de raampjes zaten. In het Gooi stonden de mensen al 2-3 rijen dik op de stoep. En wij zwaaiden, we kwamen bij de AVRO aan. We liepen door een haag van AVRO-medewerkers de studio in. Op een holletje, want we waren aan de late kant. En toen vroeg de studiochef. Die vroeg, willen de heren in de controlekamer blijven zitten of willen ze erbij in de studio? En mijn broer zei, nee, ik ga wel in de controlekamer zitten. Doodsbang voor een hoestbui of de slappe lach. Maar ik dacht, nou, stel je voor dat het mijn vader allemaal te machtig wordt. Dat opeens het volle besef over zijn taak en zijn verantwoordelijkheid en dat hele verhaal, dat plan dat God heeft, dat hij dat opeens niet vanuit zichzelf waar kan maken. Dat zijn eigen ego zal gaan opspelen. Dat hij om wat voor reden dan ook. En dat hij dan, zoals in de Bijbel wel vaker voorkomt, opeens zijn stem kwijt zal raken. Misschien dat ik mee moest zodat ik hem opzij kon schuiven en zijn teksten over kon nemen. Iets wat ik eigenlijk de rest van mijn leven gedaan heb. En ik zei, ik ga wel mee in de studio. Te meer daar die chef gezegd had, dominee, als het lampje op rood springt, dan kunt u beginnen. Niet dat mijn vader dom was, maar wel verstrooid. Dat hij op het moment suprem dat lampje op rood zag schieten en dacht, rood, even wachten. dat ik hem dan zo aan kon schoppen. En ik neem plaats op een richel van de lambrisering. En mijn ogen beginnen de ruimte af te zoeken naar ongerechtigheden die de uitzending in gevaar zouden kunnen brengen. En ik wil net tevreden achteroverleunen als ik op de lamp die rood moet worden een bromvlieg zie zitten. Vrij grote bromvlieg. En in gedachten hoor ik het beest al opstijgen en. En tegelijkertijd zie ik honderdduizenden mensen in de huiskamer naar hun radiotoestel lopen. Om te kijken wat er aan de hand is. En onmiddellijk besef ik. Die bromvlieg. Dat is de Satan. Dat is de duivel die op het laatste moment het schitterende plan van God en de toekomst van mijn vader en ons gezin als helden in de soep gaat gooien. En opeens voelde ik in mij het bewustzijn dat ik moest voorkomen dat die duivel, dit keer in de vorm van een bromvlieg, maar ik kende hem ook heel goed als slang, het niet glad zou zitten om ons plan in de soep te laten lopen. En ik begon met mijn ogen hem te fixeren.
Ik dwong hem te blijven zitten waar hij zat. Het lampje sprong op rood en... Ik denk, wacht even. Ik raapte al mijn krachten bij elkaar en dacht, ik zou jou krijgen. Mijn vader was begonnen met lezen. En eerst volgde ik de bronvlieg. Maar langzamerhand had ik in de gaten dat ik niet hem volgde, maar dat hij mijn blik volgde. Ik had hem in mijn macht. En ik dwong hem plaats te nemen. Ging me net iets te ver. Maar hij ging zitten. Op de rug van mijn vader. En toen zei een stem in mij: sta op en verdelg de Satan. Ik kon er zelf niks meer aan doen. Ik was niet meer de baas over mijn eigen lichaam. Ik voelde hoe ik overeind kwam. Als een lamme na een wonder. Ik voelde hoe mijn hand omhoog ging. Ik keek onder mijn arm door naar de controlekamer. Achter een ruit zag ik 6 hoofden. Allemaal handlangers van de duivel. En met bionische kracht liet ik mijn hand voorovervallen op de rug van mijn vader. Die klapte voorover en sloeg met zijn hersens tegen de microfoon. De studiochef zei, gooi de arbeidsvitamine er maar in. Het eerste plaatje van die ochtend was... Fly me to the moon. De terugtocht was aanzienlijk minder triomfantelijk dan de heenreis. Wij, mijn broer en ik, inmiddels van heren tot lummels omgedoopt. Schokte achter mijn vader aan op weg naar het station van Hilversum. De AVRO was niet bereid de limousine nog 1 keer voor ons in te zetten. Er moesten andere mensen gehaald worden. Zaten in de trein tegenover elkaar, zwijgend. Kwamen thuis aan. Mijn moeder stond al met uitgestrekte hand. Mijn vader zei dat hij het niet aangedurfd had om zijn honorarium op te eisen. Mijn moeder had in de week daarvoor al allerlei uitgaven gedaan. In de hoop van het bedrag dat binnen zou komen. Uiteindelijk kwam de hele expeditie ons te staan op een negatief saldo van 3 enkele reizen Hilversum-Zaandam. Ik wil nog iets zeggen over stilte. Want ik sta hier even een tijdje. En ik hoop dat je je als toeschouwer realiseert wat er op dat moment door je heen gaat. Als ik dat doe. Als ik even stil ben. Of je paniekerig bent van, oh jee, hij weet het niet meer. Of dat je denkt van een goed gekozen moment van rust. Om eens even na te denken over wat we allemaal gehoord hebben. Er zijn allerlei kanten die je op kunt tijdens een pauze. Niet voor niets wordt gezegd dat het nemen van pauzes en het volhouden en laten vallen van stiltes misschien wel de grootste kunst van het acteren is. Het is in elk geval een moment van macht
En het gaat aan deze kant altijd om bewustzijn. Ben je je bewust van wat er in de zaal gebeurt? En in een cabaretvoorstelling is het makkelijk dat je je direct tot je publiek kunt richten. Dus zodra je voelt dat ze als het ware in het ravijn storten met z'n allen. Van oh, er wordt even geen grap. Wat moeten we doen? Dan kun je daar op inspelen en weer een andere kant met ze opgaan. De voorstelling die ik nu speel, en daarom liet ik die pauze ook even wat langer duren dan normaal. De voorstelling die ik nu speel heeft een vierde wand. En daar heb ik voor gekozen omdat ik wil ook wel eens variëren. En bovendien is er een enorm gevaar dat het publiek het heft in handen neemt. En gaat bepalen door een manier van lachen, een manier van reageren, hoe de voorstelling eruit komt te zien. Toen ik aan de voorstelling die ik nu speel begon te werken en try-outs deed in grote zalen in de provincie, had ik al onmiddellijk in de gaten dat dat geen enkele zin had. Dat ze dan in no time weer zouden neerkomen op wat ik altijd doe. Ik heb jullie iets verteld over mijn jeugd. We gaan volgens mij nu eten. Het is een uur voorbij. Ik heb je daarin proberen te laten zien. Die hele reis die ik maakte met die morgenwijding. Daarvan is 90% echt gebeurd. En 10% is dus mijn bijdrage, mijn fantasie, mijn vergroting van de situatie. Maar het bewustzijn ook, dus toen ik meeging met mijn vader naar die morgenwijding, is altijd geweest goed kijken, opletten, dingen meenemen. Zeker nog niet in de weet van dat ik daar later nog wel eens gebruik van zou kunnen maken, maar daarom zeg ik, ik ben misschien wel een hele slechte leerling geweest, gezien de schoolresultaten die er van me verwacht werden. Maar een geboren leerling waar het betreft mijn vak. Echt zodanig gekeken dat ik daar 40 jaar al op voort kan. Dus dat is niet slecht. En als ik dit doe, hier sta, en als ik dat, en ik verheug me ook op straks, als ik dat met jullie doe, dan ben ik niet alleen de meester of de leraar, maar ik ben natuurlijk toch altijd in de eerste plaats de leerling. Eet smakelijk.